Yo mensen, mijn naam is Joel, ik maak video's op YouTube en fijn dat jij hebt gekeken naar een nieuwe dagelijkse video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over talenten. Over dingen die jij kan doen in je leven, over gewoon talenten. Ik bedoel, allemaal hebben we talenten. Klinkt misschien heel raar en heel dom, maar allemaal hebben we talenten. Ik bedoel, ik ben toevallig heel goed in piano spelen. Althans, dat ga ik niet dat ik keigoed ben, maar ik ben er gewoon best wel goed in. En ik kan zoveel dingen opnoemen, maar zo heb je ook talenten. Zo heb je ook dingen waar je ontzettend goed in bent en daarom is het belangrijk om ze ook te gebruiken. Heel vaak leggen we ze in de kast en denken van, dat kunnen, hoeft niks meer. Maar gebruik je talenten, iets waarin je goed bent. Waarom zou je het neer gaan leggen? Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld zegt van, ik heb ontzettend veel zin in een 7-Up en het ligt hier, van, ik kan het pakken. Nee joh, hoeft er niet. Nee joh, laat maar zitten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik zou het heel graag willen, maar, joh. En er staat ook nog op van, dus voor jou bijvoorbeeld het blikje zegt van, ik ben voor jou zo wel. En dan zit je hier en dan denk je van, ik kan het gewoon pakken, maar je pakt het niet. Je laat het liggen, je denkt van, je hoeft niet. Zo is ook met je talenten liggen daar. Ze liggen daar, je kan ze pakken en je kan er iets mee gaan doen. Doe dat ook. Laat ze niet liggen, laat ze niet verwateren. En vooral niet op jonge leeftijd. Als jij een talent hebt voor games, weet ik veel, maak games. Ik weet niet waarom ik het trouwens zeg. Als jij talent hebt in het gebied van, koken, ga er iets mee doen. Als jij op het gebied talent hebt van, van video's maken, ga dat doen en laat het niet liggen. Ik bedoel, als jij het laat liggen en iemand anders pakt het en gaat ermee verder, sorry, maar zo is het gewoon in het leven. Soms moet je gewoon je talenten kunnen gebruiken om verder te komen in je leven. En het is soms eventjes hard werken. En je moet er gewoon komen. Maar één ding moet je weten is dat jij talenten hebt. En misschien ben je die aan het ontdekken, aan het onderzoeken. En dat is ook goed. Ik bedoel, dat is ook een proces waarin je gaat. Ik bedoel, ik heb ook heel vaak gedacht van, zal ik piano spelen? Maar uiteindelijk heb ik gezien van, dit is inderdaad mijn talent. Ik kan piano spelen. En nog op gehoor ook. En daar ben ik hartstikke God dankbaar voor. Dat ik het kan doen, dat ik het kan toepassen. Ook in de kerk, maar ook op gewoon om mensen tot zegen te zijn. Om een bruiloft te spelen of wat dan ook. Om daar gewoon te gebruiken. Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar, zo heb ik ook een ander talent, denk ik. En dat is iets met kaartjes. Gewoon lekker, dat soort dingetjes. Zie je dat? Vet hè? Zo ziet het er echt vet uit. Oh, dat ziet er vet uit. Maar ik ga jullie één truc uitleggen. Dat is namelijk deze truc. En geef alvast een like als je het leuk vindt dat ik het truc uitleg. Ik heb er gewoon zin in. Ik ga jullie een truc uitleggen. Deze heb ik best wel vaak gedaan. Ik zeg maar wat hè. Bijvoorbeeld, ik pak hier een kaart. Bijvoorbeeld deze kaart. Maar let op. Hoe doet hij dat nou? Zullen we het nog een keer doen? Maar even één keer nog. Let op bij deze kaart. Wow, een andere kaart. Hoe doet dat nou? Dan ga ik jullie nou uitleggen. Wat ik jullie vraag is, pak alvast twee kaarten. Pak het liefst gewoon twee verschillende kaarten. Echt bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik zoom even in. Bijvoorbeeld niet bijvoorbeeld een, wat is het hier, een harte en nog een harte. Pak gewoon echt twee totaal verschillende kaarten. Dus een harte, weet ik veel, een harte 3 en een klaver 10. Die twee kaarten, de rest kan weg en meer heb je nu nodig. Zomaar stem, al lozig. Oké. Wat je doet, je pakt twee kaarten, zoals ik hier heb gedaan. En je legt ze allebei achter elkaar. Echt, je zorgt dat de lijntjes precies kloppen en niet dat die zo zit. Of echt precies dat het één kaart lijkt. Wat je vervolgens doet is, ik zal het even laten zien. Of ik het, even kijken, ik kan het wel op deze manier doen, dat is iets makkelijker. Momentje, ik ga het eventjes voor jullie makkelijker maken. Zoom ik nou in of zoom ik nou uit? We scherp zetten. Ja, zo gaan we het doen. Kijk, wat je doet vervolgens, dit is dus vanuit jouw positie. Kijk, en dit is dus die kaart, die legt ze allemaal op elkaar neer en je doet dit met je vingers. Maak als het ware gewoon een pistooltje, boem boem boem. En je plaatst hiervoor, dus hier op dit gedeelte plaats je twee vingers. En je duim plaats je precies aan de achterkant, dus uiteindelijk is het de positie waarin je de kaart nu hebt. Heb je dat? Als er een pauze, probeer het maar even, maar dit is de positie. Wat je vervolgens doet, is je schuift met je middelvinger schuif de kaart naar achter en dan krijg je als het ware dit. Oefen het maar een paar keer. Ik snap dat het misschien niet lukt, ik heb het ook echt heel vaak geoefend. Je schuift de kaart gewoon naar achter tussen deze twee vingers en dan krijg je dit. Kijk, vervolgens ziet het er zo uit. Ik zal het even laten zien. Snap je? Dus het is gewoon blijven oefenen gewoon en dan krijg je die snelheid. En dan krijg je als het ware dit effect. En wat ik altijd deed, ik deel bijvoorbeeld zo van, is het jouw kaart niet? Let op. En je verandert gewoon. Dus als het ware, zie je hoe snel het gaat? Als je het gewoon blijft oefenen. Van, dat is de kaart niet. En dit is de kaart. En je moet wel zorgen dat je kaart uiteindelijk wel gewoon goed verbergt. Niet dat je denkt zo, shit, nee. Dat je gewoon bijvoorbeeld zo doet. Dit is de kaart? Oké. En je geeft de kaart en je dropt deze ergens in je zak. Maar dit is gewoon een onwijs vette truc. En daarom, ik doe het nog één keer rustig achter. Je houdt de kaart zo vast. Je schuift de kaart met je middelvinger naar achter. En dat is het oefenen. Om het nou nog vetter te maken. Dit doe ik altijd. Dit is gewoon echt puur wat ik uit automatisme doe. Als ik bijvoorbeeld zeg van, ik pak hier een kaart van, dit is niet uw kaart. Let op.
en dat verandert, dan pak ik het spel kaarten en dan pak ik hem zeg maar zo op. Laat ik hem niet opvallen, dus als het ware is dit dan de positie. Oh, dit is nieuwe kaart. Oh, bom. En dan ligt hij hier, zie je me, achter. En dan leg ik hem gewoon rustig op mijn stapeltje en dan geef ik de kaart aan de persoon. Maar vanuit deze hoek ziet het er zo uit. En je geeft de kaart weg. En je laat gewoon, je bent gewoon clean. Kijk, als je dit doet en... Oh, toevallig twee dezelfde kaarten. Maar als je bijvoorbeeld dat doet, je hebt alleen maar twee kaarten vast en iemand komt naar je toe, dan zal hij er zitten, is twee dezelfde kaarten. Hallo. Maar je doet zo. En je geeft de kaart. Dat zou ik niet doen. Ik zou eerst deze kaart even droppen of doe iets geks. Maar in ieder geval, dat is een hele leuke, vette truc. Dus dan weten jullie hoe die gaat. Maar dat is eigenlijk een beetje waarover ik het wou hebben vandaag. En voor de rest is het echt onwijs erg warm. Ik heb het zo warm hier op zolder. Echt, het is echt zo warm. Dat is eigenlijk een beetje waar ik het vandaag heel veel met jullie wou hebben vandaag. We hadden het vandaag ook weer over. Ik zei het net ook weer. Dingetjes dus. Talenten. En gebruik ze daarom ook. Hè. Laat ze niet tegenhouden. Misschien heb je ooit een passie gehad op het gebied van paardrijden, tekenen, wat dan ook. En misschien ben je er ontzettend goed in. Laat het niet liggen. Als dat is iets voor jou. Je kan niet zeggen van... Een brandweerman kan ook niet zeggen van... Hey, ik ga vandaag even de bus rijden. Heb ik zin in. Nee. Hij is op dat gebied is hij ontzettend goed in. En daarom doet hij het ook. Weet je, daar heeft hij voor gestudeerd. Daar heeft hij veel tijd in gestoken. En dat doet hij uiteindelijk ook. En als jij heel goed bent in tekenen, je zegt van, hey, ik wil graag hamburgers bakken. Ja, prima, leuk en aardig, maar misschien kan je dat gewoon niet. En weet je, wees dan daarom ook niet bang, maar haal het beste uit je talent. En wat ik gewoon wil zeggen, als jij goed bent in haren knippen, ook weer zoiets, doe dat dan ook gewoon. En ga niet zeggen van, nou, ik wil dat kunnen, ik wil... Weet je, heel vaak willen we dingen, sommige dingen lukken gewoon niet. En één ding moet je weten is, haal het beste uit je talenten. En probeer daar veel mensen tot zegen te zijn en daarmee veel mensen te helpen daardoor. En dat is gewoon geweldig als je dat kunt doen. Dus dat is eigenlijk een beetje dat, maar ik ga lekker naar bed toe. Ik wens jullie een fijne avond. We maken lekker een einde aan deze video. Mijn stem is nog steeds een beetje laag, maar daar kan ik niks aan doen. En ik wens jullie ontzettend een fijne week. Dat is gewoon hetzelfde. Wil je nou maar toevoegen op Twitter, Facebook of op Instagram? Mijn linkjes staan hieronder in de beschrijving. Voeg me daar lekker op toe. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie morgen weer terug met een nieuwe dagelijkse video. En ik zeg ciao, God bless you en ciao!